Die van Aquay Sapone zijn verschrikkelijk sterk. Want dit kost onwaarschijnlijk veel krachten. De tante van Shireya heeft een paar dagen voor deze ronde van Spanje een amulet bezorgd aan Cipollini met daarin een beeldenis van de Heilige Maagd. En Cipollini draagt die, liet hij gisteren meteen zien op de persconferentie. Brengt mij geluk bij, zegt hij. Nog 2 kilometer. Nog 2 kilometer. En als je dit werk ziet, dan is het eigenlijk al te voorspellen dat hij het weer gaat afmaken. Shireya, dan onmiddellijk daarachter Guido Trenti. Cipollini aan het wiel van Lombardi. En dan komt hier Elio Aggiano. Friemelen met de Freire aan het wiel. Kijk naar dat slingerwerk. Kijk Santos González van achteruit. Met die snelheid nog eens naar voren en nog eens optrekken. Ja, dubbel gemotiveerd, hè. Hij kan zijn kopman een overwinning bezorgen en een Spanjaard in eigen land. Santos González is een Valenciaan. We gaan naar de laatste kilometer. Oh, hier is hij. Ah, ze hebben dat goed opgelost. Ze loodsen alles langs één kant. Dus het gaat behoorlijk door die bocht. Ook door die smalle trechter. Oef. Het ergste is achter de rug. We gaan nu straks nog een flauwe bocht nemen. En dan gaan we naar de laatste 100 meter. Die gaan rechtdoor. Alles verloopt perfect voor de Squadra Zebrata. Alcidzabal nu aan het wiel. Die heeft de Freire eruit gekwakt. Het is bij Fassa Bortolo wat zoeken naar Petacchi. Cipollini heeft nog 2 man voor hem uit. Trenti, die nu eigenlijk al bezig is met zijn sprint. Dan moet de Lombardi komen. En aan het wiel van Cipollini ziet Zabel. En dan zien we ook Zacchi zitten. Nu al in de laatste rechte lijn. Het wordt weer razend spannend. Het is Lombardi die nu overgenomen heeft. Cipollini die nog rustig de tijd heeft om te controleren. Over de schouder lonkend, daar ziet Zabel. Mag niet te lang wachten en anderzijds ook opletten dat hij niet vol in de wind komt. Hij is nu los. Cipollini moet nu die laatste 150 meter voor zijn rekening nemen. Hij komt er los en uit en gaat net als gisteren makkelijk winnen. 1 Cipollini, 2 Petacchi, 3 Zabel. Wauw. Staat 3-1 voor Italië. En Cipollini wint zijn 2e etappe in de Vuelta. Zijn 12e seizoenszege. Nummer 179 in zijn carrière. Zijn 54e rit in een grote ronde. Het wordt moeilijk voor degene die hem moeten opvolgen. Maar het voorbereidingswerk was perfect. En Zabel is niet snel genoeg. En Petacchi moet weer vaststellen dat hij dan toch tekort komt. 1 Cipollini, 2 Petacchi, 3 Zabel, 4 Zacchi of Di Luca. Zo hebben wij het gezien. En nu wel de beweging van de Albatros. Wijd open en vliegen. Heeft ruim de tijd voor. Ook Petacchi volledig los van de rest. En dan vermoeden we dat het Zacchi is die er nog net als 3e over de streep komt voor Zabel. Die moet tevreden zijn met een 4e plaats. Dan zien we hier de Sforada. En dan gaat het tussen Edo en een renner van Alessio voor de volgende ereplaats. Dat moet Zanetti zijn. Freire komt duidelijk tekort. Dat is het werk van Lombardi. Die trekt op naar de 70 per uur. En Cipollini schijnbaar ontspannen. Atletisch formidabel sterk. Zabel daar al op de trappers lopen. Cipollini zet zich nu pas recht. Heeft ook gezien dat Petacchi van achteren uitkomt. Petacchi die veel terrein goed maakt. Maar kijk dan naar de versnelling van Cipollini. Hij is gewoon een klasse sterker dan de rest. Hij sprint 2 per uur rapper dan de tegenstand. Voilà. En net als gisteren die blik, maar nu met veel meer gerustheid. Even links over de schouder kijken. En alles recht toe, recht aan. Cipollini voor Petacchi. Het is Glomser. De Oostenrijker Glomser die ziet daar verrassend voor Saico. Als 3e weet te plaatsen. Het Zabel is 4, Sforada 5.
Angelo Furlan voor Alessio wordt hier als zesde gezet. Ede op 7, Freire op 8, Aus op 9 en Blijlevens op 10. Die schuift een beetje op. Bossoni op 11, Guidi op 12, Balducci op 13, Gutierrez 14, Arteche 15, dan Sasson, Vinale, Lastras, Hunt en Fletcher. Johan Verstrepen is als eerste Belg geëindigd. Ik denk dat hij nog net de top 30 haalt. Dus na Murcia de volgende Zuiderse stad voor Cipollini. Hij voelt zich goed in Spanje. En dat bij zijn vierde echte deelname aan de Vuelta. Hij was hier al in 1994 toen Vili een verschrikkelijke val na een contact met Baffi. Na onregelmatig sprinten met Baffi, mag je wel zeggen. Bij de andere edities stapte hij er ook vroeg uit of werd hij uit de koers gezet. Dat was de laatste keer het geval in 2000. Na die oplawaai aan het adres van Cerezo. Johan Verstrepen is 37ste geworden, heeft André Megan krap geteld. Dan is het ook een beetje schade opmeten straks, als we dat nog kunnen meegeven in de loop van deze uitzending. Na die val, hè. Wie is daar het slachtoffer van geworden? Quaranta met absolute zekerheid, ook Kleuden. Maar dan was er nog een volgende val. Met Savoldelli. Dan krijgt u de uitslag helemaal. Die is ondertussen al een stuk voor je ogen voorbij gerold. Hunt op de 19e plaats, Fletcher 20e. Dan González op de 21e plaats. Dan Talabardon. Perez. Als je ziet wat Lombardi hier doet, dan moet je, als je Ballerini heet, eigenlijk wel verplicht zijn of je verplicht voelen die ook mee te pakken naar het zonder. En Zabel die verliest in volle sprint dus alsmaar meer terrein. Die absolute snelheid die is weg bij Zabel. Bij Cipollini is die gebleven, omdat hij nooit gekke dingen gedaan heeft. Dat hij vooral rustperiodes ingelast heeft. Hij heeft zijn benen nooit stuk gereden in het hoge berg. Blijlevens is toch een beetje opgeschoven, een beetje dichter gekomen. Cipollini is 6 keer van start gegaan in de Tour en iedere keer er vroegtijdig uitgestapt. Maar dat zou wel eens het geheim kunnen zijn van zijn wat langere carrière. Dan rustig de tijd genomen om vakantie te vieren aan de Toscaanse kust. Viareggio. Daar nog eens de top 10 met Blijlevens dus als Nederlander op de 10e plaats. Een Freire die er eigenlijk niet aan te pas komt.